Dames en heren, goedenavond allemaal. Fijn dat jullie een alibi hebben gevonden om hier vanavond aanwezig te zijn. Als ik het goed zie. Mag ik het woord even hier? Of, sorry. Ja? Dank je. Als ik het goed tel, hebben we vanavond in ieder geval een stuk of 50 kijkers. Dat is alweer meegenomen. Even kijken wat voor vlees ik in de kuip heb. Zijn er hier nog studenten aanwezig die rechten studeren? Ja? Nou, dan kan ik een van jullie, hebben we een microfoon hier of niet? Kan ik wel eens even vragen, wat is een raadkamer eigenlijk? De raadkamer, wat is dat? Ik ga ervan uit dat het op de rechtbank zelf geeft. Nou, geef maar eens antwoord. De rechtbank. Ja, maar wat is een raadkamer dan? De raadkamer, een specifieke ruimte in de rechtszaal, rechtbank bedoelt u? Ja, niet vragen wat ik bedoel. Ja, dat is wat jouw antwoord is. Dan is mijn antwoord de rechtszaal. Ander woord voor de rechtszaal. Nou, hoeveel verjaars ben je? Ik zal eerlijk zijn, strafrecht is niet mijn sterkste kant. Dat ben ik al meermalen opgezakt. Ik ben een privaat student. Okay. Gaan we nog even naar jij studeert ook? Ja. Wat is de raadkamer? Geheime beraad van rechters na een openbare zitting, waarin ze kennis hebben genomen van alle feiten en omstandigheden en de getuigenissen van getuigen bijvoorbeeld. En ze zich vervolgens terugtrekken in de raadkamer. Dat noemen ze ook wel raadkameren. En daar gaan ze dan beslissen of iemand op vrije voeten komt of niet. Of iemand veroordeeld wordt of niet. Of andere zaken ja, waar ze een beslissing over moeten nemen. Dat beraad dat is dus altijd geheim en vertrouwelijk. En alleen bij dit programma is dat openbaar. Daarom is het bijzonder. Bent u daar ooggetuige van? U mag als kijker zich gerust een beetje bemoeien met het programma. In die zin dat u mag laten merken wat u ervan vindt. Hè. Dus als er een grap gemaakt wordt, mag u gerust lachen. Als er iets gezegd wordt waarvan u denkt, wat zegt deze man of vrouw nou? Nou, mag u uw afkeuring laten blijken. U mag zich alleen niet met de inhoud bemoeien, want dan moet ik u afhameren. De raadkamer bestaat behalve uit de voorzitter, en dat ben ik, ook uit een aantal panelleden. Meestal zijn dat er vier, maar soms ook drie. En dat is doorgaans een advocaat, een misdaadverslaggever of rechtbankverslaggever. We hebben een rechter, we hebben iemand van de Nationale Politievakbond. Maar het kan ook een forensisch deskundige zijn of iemand anders uit de strafrechtketen. Ik ga u vanavond of zo meteen aan de mensen voorstellen die vanavond zitten. En als zij zitten, dan hebben we nog even tijd eer de uitzending begint. En dan krijgt u de kans om een van ons, mij of een van de panelleden, nog eens een vraag te stellen waarvan u denkt, nou dat had ik altijd al willen weten, maar ik heb nooit eerder de kans gekregen om dat te vragen. Als u bijvoorbeeld eens wil weten wat nou een bekende advocaat per uur verdient, dan kunt u dat zo meteen vragen. Dus ik stel voor dat u zich even beraadt op zo'n vraag, daar even op broedt. Dan kunt u die zo meteen stellen als ik de gast heb voorgesteld. Nog één ding voor tijdens de uitzending. Het zou fijn zijn als u in ieder geval fijnst